Het is 10 uur 's ochtends en wij gaan naar de persviewing van de voorjaarsprogrammering van RTL 5. RTL 5 komt met bijzonder gave nieuwe programma's en wij gaan voor je uitzoeken welke dat zijn. Op de vroege maandagmorgen begon de perspresentatie. En dit alles met een hapje, een drankje en een goed gesprek. Niet veel later werd het tijd voor een uitgebreide preview voor de komende programma's dit voorjaar bij RTL 5. Toen iedereen eindelijk zat, kon het spektakel beginnen. Het werd ingeleid door een praatje van programmadirecteur Remco van Westerlo. Ieder als doel heeft de beste allround dansgroep van de lage landen neer te zetten. En dit zijn de nieuwe programma's van RTL 5. OO Tirol. Een sneeuwversie van OO Gesso. Een groep losgeslagen Agenezen waarbij de après-ski net iets belangrijker is dan de ski. Ik denk dat wij het allemaal wel goed kunnen après-skiën. Maar het is zijn we tussen niet de piste toch? Dat kan toch niet, dan moet je zeggen wop. Wipeout. Een show vol klappen. Klappen en klappen. Met bizarre nieuwe thema's. Top Chef. Jonge meesterkoks proberen te ontpoppen als de beste chefkok. Wij zoeken die chef die zich staande kan houden in een professionele keuken. Smaak, creativiteit en een hoog ritme zijn essentieel. Ben je niet scherp, dan vlieg je eruit. Kun je dat wel aan? Dan maak jij kans op die droombaan, chef de partie in een gerenommeerd restaurant. En nog meer gebitch met echte meisjes in de jungle. Diverse opvallende meiden van verschillende RTL-programma's nemen het in Suriname op tegen de jungle en elkaar. Een tocht vol gevaar. Vol spanning. En tot slot, het topje van de ijsberg. Een gloednieuw dansprogramma. Gepresenteerd door Lieke van Lexmond en Dan Carradie is juryvoorzitter en bedenker van de show. 5 topchoreografen strijden met 1 einddoel. De perfecte dansgroep. Wat vind je van het nieuwe programma, OO Tirol? Ja, het is knallen natuurlijk. Ja? Ja, leuk als gast. Vertel eens, wat draait het allemaal om? Het draait om, ja, zee, het zo, zee. Nee, geen zee. Sneeuw. OO Tirol, leg uit. Nou, OO Tirol is één groot feestdorpje. Waar ik lekker geschiet heb, waar ik lekker op vakantie ben geweest. Wat is het leukste wat je gedaan hebt? Het leukste wat we gedaan hebben? Ja, de apres-ski natuurlijk. Ja? Smiddag slapen, s'avonds klaar, tenminste s'nachts, uurtje of 6. Wat is het uiteindelijke doel van het programma? Ja, dus ja, weet ik. Ja. Ja, gewoon plezier maken. Dat is het. Plezier op tv zetten in principe, wat wij meemaken, ons avontuur. Op een gegeven moment kwam Barbie in opspraak, want zij zou een glas in het gezicht hebben gedrukt van een barman. Maar wat is er nou precies gebeurd? Ja, op een gegeven moment begon hij me uit te schelden en ik wou gewoon zeggen dat hij weg wou gaan. Dus ik wou mijn drinken naar me zeggen, wou ik in zijn gezicht gooien wat er in mijn inhoud zat. Maar ja, ik had schijnbaar ook een bakje op en ik was aangeschoten en ik verloor het glas en viel het glas op de grond en ik heb vast. Maar ja, er werd gezegd dat ik het glas in zijn gezicht. Ja, dat zei iedereen, dat hij vol in het gezicht was. Nee, maar dat was niet zo. Dat was helemaal niet aan de hand. Nee, dat was helemaal niet zo. Als ik naar jou luister, heb ik al het idee dat ik met Carlo zat te praten. Met Carlo? Ja. Is dit een act of kan je ook gewoon heel normaal Nederlands bekakt graaf praten? Ja, als ik kakker kan ik ook praten, maar dat is niet echt mijn ding. Probeer eens, in de camera. Even kijken, wat zullen we zeggen? Nou, dan pak mijn Audi en dan gaan we naar hoofdpersoon in de supermarkt. Zoals je hem wel kan verstaan. Klinkt al een beter kerel. Zie je, dit is de shit, hè? Hij kan het wel. Ja? Heb je nog dingen tussen mijn tanden, zalm of zo? Laat zien. Ik wil wel tijd dat je gaat poetsen, hoor. Ja, ik heb net zalm gehad, dus een beetje, ik stink ermee. Nee, nee. Goed, Quiddus, ongelooflijk, bij RTL 5. Fantastisch, Jaap. Ja, hoe lang?
Hoe lang zit je er al? Ik wist helemaal niet dat je er überhaupt zat. Nou, dit is mijn eerste programma bij RTL 5. Vertel, waar gaat het nieuwe programma over? Echte dames in de jungle? Echte meisjes in de jungle. Het gaat om 10 fantastische meisjes die eigenlijk de luxe aan de kant zetten voor een tocht door de jungle naar de bewoonde wereld van Suriname. Vet. Heerlijk. En lukt dat een beetje? Ja, ze zijn uiteindelijk in de bewoonde wereld beland. Uiteindelijk wel. Ja, ja, ja. Dus het duurde even. Ja, het heeft wel heel lang geduurd. Maar het leuke van het programma is, dat komt natuurlijk allemaal van andere programma's komen ze af, hè? Ja. Dames in de top. Ja, Gooise meisjes, Benelux Next Top Model. Welke belangrijke gebeurtenis van plaats op 1 juli 1863? De decembermoord. In juli? Oh. Jij bent een nieuwe aanwinst. Vertel. Nou ja, heel gaaf natuurlijk. Ik krijg de kans om een geweldig programma bij RTL 5 te gaan doen. En ik verheug me er enorm op. En welk programma gaat het worden? De Ultimate Dance Battle. De Ultimate Dance Battle? That's right, the Ultimate Dance Battle. Okay. What's it all about? Well, basically we are just upping the ante on the dancers and the choreographers. We're going to turn the spotlight on the choreographers, challenge them to create teams of ultimate great dancers. En see what kind of performance they can put together. De eindmissie is om de perfecte dansteam te vormen. Dus een team van 5 mensen wat uiteindelijk de kans krijgt om achter een hele grote artiest te staan. And is there also a prize or something? There's a prize. There's money involved. And there's a lot of money. A good amount of money, that's for sure. And some opportunities in the choreographer world. So I gotta learn how to dance. Well, really fast, because we're starting soon. Dat is nu natuurlijk de grote vraag. Kan je zelf ook dansen? Nou, ik heb ooit meegedaan met Dancing with the Stars. Ga ik even uit beeld, mag je het laten zien? Oh, dat? Ja. Zeg, hallo. Ik heb nog helemaal geen choreografie gehad. Ik heb nog geen stijl gehad. Of wil je alleen met partner dansen? Oh, samen? Ja, we gaan dansen. Kom dan. Welke stijl gaan we doen? Tango, cha-cha-cha. Zeg maar. Zo? Ik hoor dat er... Ik wil monteren er wel muziek onder. Ik zeg cha-cha. Ken je die nog? Ik heb hem ooit geleerd met Dancing with the Stars. Het gaat om de kandidaten en om de choreografen, wat ik al zeg. En, ja, ik zeg gewoon kijken. I just danced with Lieke van Lexmond. Oh, how'd that go? It did go well, but she is so hot, so I was a little little nervous, you know, but it was worth it. It was worth your shot, anyway. I think you should show up. Give it a shot. Should I show up? What's your opinion, cameraman? Yeah, you should show up. Yeah. Just show up. I do want to warn you, on this show we're looking for professional level dancers, yeah. You know, so maybe so you think where you're an aspiring dancer and you get better during the program, maybe that'll be more your thing. Okay. I can jump. You can jump? Yeah. You know what jumping is? Yeah, I know what jumping is. Jumping is a horrible dance in Holland. Okay. Can you do it? No, that's not my thing, but I'd like to see you do it. I can. Hey, show us. Give us a little bit of that jump. Jump. Wow, man. It's just horrible, man. It's not the shit. But maybe we'll challenge the choreographers to create a jump piece of choreography in the show. What do you think? I don't think so. No, you wouldn't want to see that? I don't want to see it. That's what I'm playing. Kijken.